Goedemorgen iedereen. En ik sta hier in de welbekende lift van Alice, of lift in de gang. En ik ga weer naar Alice, want ik heb nu zangles. Want, jawel hoor ja, ik heb vandaag de auditie. Dus het is wel even slim om dan voordat je daar naartoe gaat om toch nog even te zingen. Zoals jullie horen is mijn stem niet optimaal. Maar we gaan eens even wat aan doen. Zo, 128 naar de 16e etage. En het licht in een lift is altijd fantastisch. Weer zangles. En ja, we hebben eigenlijk al gezongen. We zijn nu klaar. Hoe ging het vandaag? Het ging zo goed. Ik ben zo trots op jou. Ja? Ik ben zo trots op jou. We hebben vandaag een heel mooi liedje van Birdie gezongen. En ja, we hebben echt weer heel veel nieuwe techniekjes uitgeoefend. Ik ben heel erg blij. En omdat ik natuurlijk heel veel last van mijn stem had, dat weten jullie met al dat gehoest van mij, merk ik dat mijn stem nu toch wel weer in balans is of zo. Door onze oefening. Ja. Dus ja. Heel leuk. Maar jongens, hey, voor iedereen die zangles wil, je hebt nu social media. Yes! Vertel, hoe heet je daar en hoe kunnen ze jou vinden? Alice Thomas op Instagram, op Facebook, een pagina. Ik heb een website www.alicethomas.nl. Thomas gewoon met TH. Ja, top! Dus dat kunnen jullie allemaal even checken, maar ik zal het ook wel in de beschrijving neerzetten. En nou ja, wil je een keer zangles, denk je, ik wil een beetje kijken wat mijn stem allemaal kan. Dan moeten jullie natuurlijk naar Alicia. Wat kan de stem allemaal? Oh, wat kan die? Haar kan heel veel meer dan je denkt. Want ik deed vandaag ook weer dingen waarvan ik dacht, huh? Ja! Kan ik dat? Dat is zo cool. Ja, nou ja, jongens, dus helemaal kom lekker leuk. Zingen. Kom lekker zingen. En ja, ik ga er nu vandoor. Ja. Want ik heb nog een hele lange dag voor de boeg. Maar ik laat jullie straks meer weten. En voor nu, dank je wel. Schatje, zo graag gedaan. Ja. Het is ook altijd super gezellig hier. Ja. Maar Sjoertje! Sjoertje. Ik ging zoveel meezingen. Sjoertje gaat dan meezingen. Dat is zo grappig. Als je dan zangles hebt hier, zeg maar. Dan gaat hij mee. Dan gaat hij... Hi Sjoertje. Daar ben je weer. Oh, nou leuk. Ik ga er vandoor. Tot zo. Doei. Doei. Ik ben weer thuis. Ik moet nu door. Ik moet nu naar Barend. Ik heb auditie. Ik kan jullie nog niet vertellen waarvoor. Maar dat horen jullie allemaal binnenkort wel. Dus daar ga ik naartoe en later vandaag hebben we een borrel, een Thirsty Thursday heet het volgens mij. Een borrel vanuit, vanuit ons MCN in het Noorderlicht, een soort van festival. Superleuk. Ik moet eigenlijk nu meteen weer door. Ik ga even een broodje om de hoek halen en dan ga ik meteen door naar Baren. Ik laat jullie wel even mijn outfit zien, want ik heb een superleuk nieuw jurkje aan. Even mijn jasje erbij, even mijn volle outfit en mijn zonnebril. Dan gaan we even naar de spiegel. Dit is eigenlijk mijn outfit. Het is een super mooi jurk. Zeg maar die hoog is in je nek. Maar ik heb daar mijn schelpenketting op. En hij heeft hier zeg maar zo'n flap die je dan eroverheen wint. En dan heeft hij eigenlijk gewoon hier een split. Deze is van Most Wanted. Ik heb hier een heel erg leuk spijkerjasje. Die is van Come Get Fashion. Het tasje wat ik erbij draag is ook Come Get Fashion. De ketting is van H&M. Mijn schoentjes zijn van Primark. Echt heel lang geleden. En deze zonnebril trouwens is ook van Come Get Fashion.
Nee, deze wordt rond de 90 à 100. Echt? Die wordt zo oud. Deze wel. Wat mooi, hè? En hoe heet dat? Een ara, toch? Een ara. En dat is een grijze roodstaart. Ja. Kijk nou, zo leuk. Ze zijn aan het wandelen. Oh, oh kijk nou. Kunnen ze ook kletsen? Die kun je niet pakken, hoor. Nee? Ja, dat is een tijger. Ja? Echt leuk. Hoe heten ze? Dat is Jacco. Jacco? Dat is Chico. Oh, leuk zeg. Ik ga heel eventjes hier lunchen. Nou, dankjewel. Ik heb een broodje appel. Hi iedereen, daar ben ik weer. Ik zit in de auto zoals jullie zien. Het is nu 4:30. Ik ben net weer thuis. Of in ieder geval, ik rij Amsterdam net weer in. Ik ben bij Surinameplein. Mijn auditie ging heel erg goed. Maar ja, ik mag jullie helaas nog niet vertellen waarvoor. Maar zodra ik dat kan, dan zijn jullie de eerste natuurlijk die het te horen krijgen. Het is heerlijk weer, de hele dag al. Ik ga zo naar huis, dan moet ik heel even wat afmaken. Moet ik even wat computerwerk doen. Ik sprak Serena net ook, die komt ook. En ja, Rutger en Thomas appten me net, die zijn er ook. Dus het wordt echt een heel erg leuk feestje, denk ik. Met allemaal mensen die ik lief vind. Dus dat is alleen maar leuk. En de auditie, ik weet dat jullie zullen vast heel erg benieuwd zijn. Heel erg nieuwsgierig zijn. Maar dat komt allemaal nog wel. En dan horen jullie dat. Ik denk in ieder geval wel dat jullie het heel erg leuk gaan vinden. Zo, ik ben weer thuis. En ik heb mezelf even opgemaakt. Eigenlijk heb ik gewoon exact hetzelfde als vanochtend gedaan. Maar er zeg maar overheen. Ik weet dat het eigenlijk helemaal niet zo goed is. Maar het zat echt niet meer zo heel mooi. Omdat ik vanochtend vroeg al op pad was. Dus eventjes voor jullie. Ik heb een eyeliner op. Ik heb wat witter en dan wat oranjiger in de hoekjes. Mascara, een koolpotloodje. Mijn Maybelline nummer 930 met het lippenpencil nummer 960 geloof ik. Voor de rest mijn festival clip-ins. Gewoon de normale, de gele. Of de gele, de blonde bedoel ik. En ja, het leuke jurkje. Met mijn ketting. Dus dat is eigenlijk de look voor vandaag. Ik ben helemaal klaar. En dat is heel chill. Want normaal ben ik altijd last minute nog bezig met van alles en nog wat. En dan word ik opgehaald. En dan, ja, dan staan mensen eigenlijk gewoon op me te wachten. Maar in dit geval is dat niet zo. Ik ben gewoon al klaar. Dus ik ga even lekker op mijn telefoontje. Even lekker door Instagram. Want daar kom ik echt gewoon niet aan toe de laatste tijd. Gewoon even lekker op Instagram. Dat ga ik doen. Goed, ik ben nu binnen. En ik zit in het zonnetje met Paulien buis. Kun je de zon? Prinses. Hallo. Hallo. Ze kijkt een beetje scheel. Manon, Dwayne en Paulien hebben mij lekker afgezet. Ze hebben me ook opgehaald en weer thuisgebracht. Dus als jullie dit zien, nogmaals super dankjewel. En ja, joh, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel gevlogd daar. Ik was eigenlijk veel meer lekker aan het kletsen in gesprek. En toen gingen we alweer weg. En toen dacht ik, oeps, heb nog helemaal niet gevlogd. Sorry daarvoor, maar het was heel erg gezellig. Ik heb een hele leuke avond gehad. Nu komt mijn mannetje elk moment thuis en dan gaan we lekker op de bank hangen. Ik zit nu weer in de auto, jongens. Bij mijn lover. We gaan even een rondje rijden. Gaan we een ijsje halen, ergens lekker?
vinden we soms heerlijk om gewoon 's avonds die auto te pakken en daar gewoon rondjes te gaan rijden. En dan lekker een ijsje of een milkshake ergens te halen. Het is inmiddels 10 uur. Ik denk dat we dat even gaan doen en dan gaan we daarna lekker filmen kijken. Ja, schat? Jullie kunnen me niet zo goed zien, maar we liggen in bed. We gaan slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Duimpjes omhoog. Je kent het dan wel. Tot de volgende keer. Doei. Kijk trouwens een film in bed. Nee, serie. Hoe heet die serie? Hoe heet die serie ook alweer? Peaky Blinders. Peaky Blinders. Waar ga je mee?